We gaan vandaag een kijkje nemen bij een echte wijnproeverij. En niet zomaar een wijnproeverij. Maurice Wanier is jarenlang sommelier geweest bij een bekend Maastrichts restaurant. En inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijfje waarin hij op locatie gezellige wijnproeverijen aanbiedt. Zo, ik sta hier nou bij Maurice Wanier. Hij heeft me uitgenodigd om mee te doen aan de wijnproeverij. Maurice, wat doe je nou precies? Ja, ik ben Maurice van Venter, gastronomie op locatie. En gastronomie op locatie houdt verschillende dingen in. Ik kom bij mensen thuis, als ze een lekker dinertje hebben, kom ik de wijnen schenken, voorselecteren, voorproeven natuurlijk. Dat doe ik. Ik ga ook wijnproeverij op locatie geven, dus mensen kunnen me inhuren voor thuis wijnproeverij te doen. Mm-hmm. Of bij bedrijven, of op evenementen met een foodtruck bijvoorbeeld. Ja. Zo zijn we vandaag in Bessin bij Stichting Promotie Limburgse Wijnen. Daar hebben we een mooie ruimte gevonden om een wijnproeverij te doen. Ja. Ik doe voornamelijk wijnproeverijen met Limburgse wijnen, dat is mijn specialisatie. Mm-hmm. En dat is gewoon heel erg leuk, omdat de kwaliteit ondertussen ontzettend goed is. Ja. Veel mensen weten dat niet. Wijnen hebben af en toe nog een klein beetje een negatieve imago. En dat wil ik graag opvijzelen en ik wil graag het tegendeel bewijzen. Sinds wanneer doe je dit nou? Ja, heel vers. Dus het is pas sinds 1 maart gestart. Natuurlijk druk met de voorbereiding, maar 1 maart zijn we echt van de grond afgekomen. En nu zitten we een aantal proeverijen erop zitten. Dus ik hoop dat het snel weer de volgende kan plannen. Spannend. Heb je daar nou ook een diploma voor nodig? Of kun je daar gewoon... Nou, iedereen weet wel iets van wijn natuurlijk. De een meer dan de ander. Ik ben onlangs geslaagd als vinoloog aan de Wijnacademie in Maren. En dat geeft wel enigszins niveau aan dat je wel nodig hebt om goed over de wijnen te kunnen vertellen. Dus het gaat niet over wat je ruikt en wat je lekker vindt, maar ook een beetje de oorsprong, type druiven, waar komt het vandaan. Welke tradities hanteert de wijnmaker in zijn wijnmakersproces. En vandaag gaan we een aantal wijnen proeven uit Toren, uit Aldenijk, een beetje Duitse wijn erbij. Maar we beginnen zo meteen met mijn bubbeltje. We zijn ongeveer 12 tot 15 personen en dan is het gezellig druk. En dan ga ik zo meteen beginnen met de voorbereidingen. Super, nou ja, dankjewel. Welkom nogmaals, ik ben Maurice van Venter. Maurice van hier van Venter. Ik heb een placemat laten ontwerpen. Na een aantal rondjes laten we meestal de wijnglazen op. Dus de eerste is ons vandaag gemaakt, dus de rest staat op 2, 3 en 4. Ja, dat is goed. Nou, maar het is proeven van wijn. Even over wijnproeven aan zich. Je kunt eens naar de kleur kijken. Ik vind het een behoorlijk gele wijn, dus een hoge kleurintensiteit. Je wilt het altijd natuurlijk vergelijken met een andere wijn. Dan ga je de geur bepalen. De geur bestaat eigenlijk uit drie levels. Je hebt de fruitige primaire aroma's. Je hebt de fruitzaamse puur basic. Dan heb je de secundaire aroma's, dat heeft meestal te maken met houtlagering, dus bepaalde effecten van houtlagering. En de tertiaire geuren heeft meestal te maken met de reinheid, de ouderdom en dergelijke. Dan smaak. Smaak bestaat eigenlijk uit 5 ingrediënten: zoet, zout en umami. Umami is een vrij jonge. Zoals eerder gezegd is het wijn en spijs. Nou, de wijn dat is inmiddels duidelijk, maar ook de spijs is heel erg lekker. Deze eerste amuse met zalm smaakt voortreffelijk. Ik ga nou even lekker verder eten. Na deze tweede amuse schakelen we over op de rode wijn.
Hier hebben we een vermeu van rode kool. Met een kompotje van rode kool met appeltjes erin. Zelf een rode kool gemaakt en gedroogde rode kool ook. Dus dit is gewoon rode kool. Nou, Pinot Noir, dus de evenknie, komt van zandige ondergronden, klei-ondergronden, kiezel-ondergronden, dus dat die allemaal grond. Iets hoger in de opbrengst. En ambariek, dus 1/3 van het sap, is opgevoed op hout. Een champignon truffelmalletje met een krummel van hazelnoot. Met binnenin zit een crème van knoflook. En bovenop een schijfje gerauwe champignon. Zojuist is het laatste glas rode wijn ingeschonken. We gaan nog even gezellig nakletsen en dan is de middag alweer voorbij. Het is afgelopen. Ik ben onderweg naar huis. Het was een hele gezellige middag. Ik heb heerlijk gedronken, heerlijk gegeten. Witte wijn, rode wijn, super lekkere amuses. Ik kan het iedereen ten zeerste aanbevelen. Het is gezellig, het is leerzaam, maar vooral ook heel erg lekker. Bedankt voor het kijken.